Deze woorden klinkt eigenlijk niets. Je zou even rust moeten plannen. Maar dat kan niet, want het programma moet gewoon door. En we gaan nu eens een gesprekje voeren met Bonnie ten Damme. De politicus van de maand, hele eer. Ja. Zeker, ja. Van de Progressief Sociale Apeldoorn. Ik zag je even opschrikken. Je mag er even kort op reageren op die column bij het punt... Er moeten bomen weg. Dat zag je niet zo zitten, geloof ik. Ja, nee, de bomen zijn natuurlijk onze longen. Hè. Die gaan zuurstof produceren. En we willen graag allemaal gezonde longetjes. Want we hebben 2 snelwegen langs onze stad lopen. Dus we hebben het wel nodig om te compenseren. Nou, die kan onze columnist meenemen voor de kerstdagen. Om daar nog eens even over na te denken. In ieder geval, Bonnie ten Damme, welkom. Dat had ik nog niet gezegd. Ja, dank u wel. Ja, om gelijk met de deur in huis te vallen. Je bent geboren in het toenmalig Nederlands-Indië. Dat heet nu Indonesië. Ja? En zoals voor velen ben jij op een bepaald moment in Nederland terechtgekomen. Klopt. Kun je in het kort zeggen hoe dat is gegaan destijds? Nou, ik was een babytje van 3 maanden toen ik hier kwam. Oh, dus je weet niks van Indië. Ik weet niks van. Mijn vader was een Nederlandse marinier. En die zag daar een heel leuk Indisch vrouwtje. Ja. Ja, en toen kwam ik. Ja, nou, net als mijn schoonvader. Maar goed, dat voert te ver. Je bent in ieder geval wel een Indiër geboren. Dus in principe heb je ook... Heb je dan een dubbele nationaliteit? Hoe werkt dat? Nee. Mijn vader was Nederlands, mijn moeder was Nederlands, dus ik werd ook Nederlands. Ja, oké. Okay. Dus, maar jullie moesten weg, want dat regime daar, dat was niet zo goed, denk ik. Nou, wat ik zei, mijn vader was marinier en de mariniers gingen gewoon terug naar Nederland. En ze waren getrouwd, dus mijn moeder ging mee. Ja, nou heb ik gelezen, want we hebben ons even verdiept in die website, overigens... Mm-hmm. De website is niet zo actueel, want je staat er nog als bestuurslid. Dat en volgens mij ben je al een aantal jaren raadslid. Ja, de website van Progressief Sociaal Apeldoorn? Of? Nou ja, SP Apeldoorn heeft haar nog steeds als bestuurslid staan, zie ik. Maar goed, dat is even, ja, misschien dat is even een... foutje van de SP, denk ik. Daar even, die mogen dan wel eens herstellen. Nou, en nog een ander. Want als dat het enige foutje van de SP is? Nee, de SP heeft zelfs nog het adres van het raadhuis staan bij hun website. Kijk. Dus, terwijl in geval, ze niet in de raad zitten. Bonnie, je bent vreselijk actief, daar ben je nog, maar je hebt in je werkzame leven bijvoorbeeld 20 jaar sportlessen en zo gegeven. Wat trok je daar zo in aan? Nou, ik was eigenlijk van oorsprong handvaardigheiddocenten, dus even wat anders. Sport met de handen. Ja, met heerlijke leerlingen. Maar er was op dat moment gewoon geen werk in, zoals op het ogenblik ook wel dingen gebeuren. Dus je gaat je omscholen. En ik was altijd al, ik zat al in de turnsport en vrij hoog. Ja, en zo rol je toch... Bestuurlijk ook in de turnsport gedaan? Ook bestuurlijk, jazzdans gedaan. Later ook hier zelfs bij KDO lesgegeven, DIO lesgegeven. Tentijen, een begin helemaal opgebouwd met nog een paar collega's. Zo, dus je bent binnen sport, binnen het Apeldoorn, behoorlijk bekend. Ik ben er nu een poos uit. Oké, okay, dus, maar jouw naam zingt nog steeds rond, toch? Ja, blijkbaar wel. Ja. En dan heb je ook behoorlijk wat verhuizingen achter de rug. Want ik zie dat je in Den Haag bent geweest, Zoetermeer. En tenslotte ben je dus hier in Apeldoorn terechtgekomen. Harderwijk natuurlijk, 20 jaar gewoond. Ook nog, in Harderwijk. Ja. Wat kwam dat door jezelf of door je echtgenoten? Nee, mijn vader. Oh, je vader? Mijn vader kwam uit Harderwijk. Dus vandaar dus uit Indonesië of uit Indië kwamen we in Harderwijk terecht. Nou, heb je ook gewerkt op Vliegveld Teuge? Ja, ook. Wat heb je daar gedaan precies? Ik werkte bij het Parachutistencentrum Teuge, 6 jaar. Op kantoor? Ja, onder andere. Maar dus ook instructies geven. Zelfsprongen me aan babyvet gehaald. Nooit in de boom terechtgekomen? Nee, wel mijn enkel gebroken, mijn kuit gebroken. Oh jee, gebroken, ja, maar... dat hoort doet erbij. Een beetje als skiën denken, hè? De eerste keer meteen weer met de eerstvolgende vlucht weer terug. Nee. Heb je nog steeds die liefde? Kom je nog veel op Teuge? Toevallig ben ik er zelf geweest in verband met die nieuwe vliegzone van Teuge, nieuwe luchtvaartbesluit. Ja, 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 ja. Dus dat dus was niet via raadslid, maar gewoon via omdat ik bij Teuge aangesloten zit. Toch daar even op terugkomen. Misschien is het een tussenvraag. Het is meer eigenlijk voor Jan straks. Maar ik stel me toch even, hoe staat die PSA tegenover die Teuge en die uitbreiding? Als je er zo erg bij betrokken bent. Nou, hoe heet het nou? Het aantal vliegbewegingen, daar is. Zijn de dorpelingen en de omwonenden zijn daar op tegen dat het veel uitgebreid kan worden. Maar Mijltje wil dat wel graag uitbreiden, dus de rest allemaal niet. En ja, ik denk ook aan de mensen hier bij het Loo, Kerschoten, Zevenhuizen, Zuidbroek, die hebben er toch ook allemaal last van. Dus je zegt ergo, ondanks dat ik daar heel erg betrokken, ik heb er zelfs gewerkt, ben ik niet zo voor die uitbreiding. Nee, het is prima zoals nu is, recreatief veld, maar ik moet zeggen, zelf...
De para's, waar ik dan ook mee gesproken heb, die hebben ook gezegd, wij kunnen het gewoon niet aan, want de levels zijn op elkaar gekomen. Dus we mogen van Millingen ook niet meer zoveel in de lucht. En we kunnen maximaal 6 keer de lucht in per uur. Dus het gaat gewoon niet worden dat het veel groter wordt. En nou, zakelijk, ja, dat is nog even afwachten wat Lelystad gaat doen. Nou, het is, je houdt in ieder geval van de hoogte, maar je houdt ook van de laagte. Want je wandelt ook, want ik heb gelezen ik dat je ook. Vrijwilliger, dat bent, vrijwilliger bent bij een nieuw project. De Tuinen van Zuidbroek. Wat, oh, dat is een poosje terug. Dat, ja. Ja, ja, daar ben ik helemaal uitgestapt. Maar wat je zegt van laagte, ik hou van duiken. Dus dat is wel hoog en laag. Duiken hier bij de duikvereniging in Apeldoorn? Nee, de Rode Zee. Ik dacht, misschien heb je aan onderwater voetbal meegedaan. Want dat heb ik gezien. Heb ik gezien, ja. Dat was met een duiktoestand op en zo. Ja. Ja. Daar ben je niet geweest. Nee, ben ik niet geweest. Nee. Nou, wie weet wordt het nog eens wat als je stopt met politiek. Ja. Dat, even kijken, dan ben je op... Jij zat voor de SP, je zit nu voor de PSA. Dus ga je dat nog lange jaren doen, denk je? Of? Ik zat 1 jaar voor de SP en 4 jaar nou voor PSA. Dus dat is wel een verschil eigenlijk. En of ik het langer ga doen, dat is even de vraag. Want ik probeer mensen op te leiden. Dus die nu in mijn als fractievertegenwoordigers zijn. En dan kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Zou je kort nog iets kunnen zeggen waarom die breuk toen is geweest? Of leidt het liever? Erik Verkaathoven die is vandaag opgestapt uit de provinciale staat van de SP. Dus en die had het ook al een beetje over tussen neus en lippen door dat er toch ook een andere stroom moet gaan komen. Dus dat was onder andere... Met die stroom zoiets als een PSA hier in Apeldoorn? Of? Dat ze meer richtingen. Dus ze zijn nu alleen bezig met zorg, maar er zijn meerdere onderwerpen die van belang zijn. Zoals PSA ook meer onderwerpen heeft, hè. Want we zijn heel erg voor de lage lettertijd om die terug te dringen in Apeldoorn. Ja, dat is wel een stokpaardje van jou, hè? De lage lettertijd. Ja, dat is ook meer dan 10% van Apeldoorns bevolking. Ja, ja, ja. Nou, de openbare toiletten, hè? Dus de borden zijn er nu. Ja, ja, ja. En nu gaan we ons inzetten voor Swim to Play. Dat is een project van 5 weken. Dat basisschoolkinderen kunnen gaan zwemmen. En dat is een prachtig project. Is dat. En dan komt jouw achtergrond van met die sport en de turnen en het lesgeven. Komt belangrijk, hè? Kinderen bewegen en gezond blijven. Even nog, het laatste. Het waren erg spannende verkiezingen. Volgens mij heb je 14 dagen lang niet geslapen. En dan uiteindelijk krijg je die restzetel. Dat was wel bijzonder, of niet? Ja, dat was heel bijzonder. We waren echt een hele nieuwe partij in 2014. Want niemand, het is voor het allereerste keer dat we echt meededen onder die naam. Ja. Dus het is gewoon fantastisch dat we door kunnen. We naderen het einde van ons eerste gesprek met jou. Maar we hebben nog een aantal stellingen voor je. Dat doen we altijd. Okay. Dan mag je ja of nee op zeggen. En achteraf mag je als je zin hebt bij Jan nog even terugkomen op een stelling. Dan kun je daar tijdens de muziek nog even over nadenken. Okay. De PSA gaat het bij de komende gemeenteraadsverkiezingen duidelijk verliezen van de SP? Ik denk het niet. Okay. West Point mag geen supermarkt worden. West Point moet ingevuld worden. Dat vindt PSA belangrijk. En of het nou woningen worden of een supermarkt. Okay. Dat, De komst van een AZC op GG-net had in een referendum moeten worden voorgelegd. Ja. Bijna 1 miljoen voor Omnisport. Het wordt waarschijnlijk wel 2,3 of nog meer, maar ik hou het maar even erop. Dat geld had veel beter besteed kunnen worden. Hoe kunt u dat nou aan een sportvrouw vragen? Ja, maar ik vraag het. Als u duidt op de zorgpotjes, dat zijn natuurlijk aparte potjes van de sportpotjes. Dus, en dat wisselt onderling niet uit. Het is ja of nee, Bonnie. Ik grijp even in. Ja, wij willen een band. Live zelfs. Ja of nee? Nee, ik denk het niet. Want het is belangrijk voor de breedte sport, voor de kinderen. Okay, hartelijk bedankt voor het eerste gesprek. Voordat we naar de Beatles luisteren, heb jij een aantal stellingen voorgelegd gekregen. Waar je toch af en toe je tanden behoorlijk op een stuk moest bijten. En je mag er op eentje terugkomen. Okay. Als je dat wil. Je zei net over... Ik kom toch bij de Omnisport terug. Ja. Waarom vind ik het belangrijk dat Omnisport toch geld aan gegeven wordt... Terwijl dus ook zorg enzovoort natuurlijk heel belangrijk is. Maar ik vind het belangrijk dat kinderen die hebben idolen. En als daar topsporters komen. En dan gaan de kinderen ook op sport. En sport is zo belangrijk. Ook voor
gezondheid van de kinderen, dat ze bewegen. Het sociale gebeuren voor de kinderen. Dus ja, je ziet die kleine jongetjes daar op die wielrenbaan. Nou, dat is gewoon prachtig om te zien. De voorbeeldfunctie van topsporters is heel belangrijk voor de breedte sport. Ja. Oké. Okay. Nou, prima. Maar ik kan me voorstellen dat je er even je tanden op stuk moest bijten. Ja, nou ja, goed. We weten wat we achter de rug hebben. Hè, met de 3D's, decentralisaties. En ik moet zeggen, daar maken we ons wel zorgen om. Alhoewel, ik heb het idee dat het toch alweer een beetje beter gaat met de zorg. Maar ja, er valt nog heel, heel veel te doen en heel veel te verbeteren. Je noemt nou die 3D's, hè, de 3D-centralisaties die vanaf 1 januari op Apeldoorn en zoals op alle gemeentes op bordjes gekomen. Dan hebben we het over de WMO, we hebben het over de langdurige, dat is de langdurige zorg met name. We hebben het over de jeugdzorg en we hebben het over de participatiewet. Ja. Hoe kunnen we mensen met tot een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk krijgen? Hoe kijk jij daar nu na ongeveer een jaar op terug? Ben je blij dat we er als gemeente de regie op die drie gebieden in handen hebben gekregen? Ik vind het heel mooi dat we dichter bij de mensen kunnen staan, hè, als gemeente. Ik ben niet blij dat we weinig geld hebben gekregen daarvoor. Nee, maar dat is een gegeven. Dat is een gegeven. En wij moeten dus met minder geld hetzelfde doen. En ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Want ja, soms heb ik wel eens mijn twijfels. Maar aan de andere kant denk ik, oh, we hebben hier zo'n goede wethouder. Die rent zijn benen onder zijn lijf. Ja, en dan hebben we het over wethouder Paul Blokhuis. Wethouder Paul Blokhuis. Monique, iets anders. Jij vertegenwoordigt een kleine partij, kunnen we wel zeggen. Mm-hmm. Je bent een, je zegt dan een eenmansfractie. Hè? Een vrouwfractie zeggen we niet. Hè? Maar goed, nee, we zeggen goed, eenmansfractie. Hoe moeilijk is dat? Want er komt heel veel op je af. Nu ook vanaf 1 januari met die 3D's. Volgens mij heb jij iedere dag een enorm stapel dossiers op je bureau liggen. Ja, het is echt heel pittig. Nou, ik vergelijk met Paula Donswijk. Die was 8 jaar geleden, dus 2 colleges terug. Was het ook een eenmansfractie? Van D66. Nu zijn ze de grootste, dus 7. Dus van 1 naar 7 uiteindelijk. Nou, dat geeft ons dus ook hoop in de toekomst. En Paula zegt zelf ook, nou, ze zegt, het was zo keihard buffelen. En dat merk ik zelf ook. Ja. Is het wel te doen? Ja, als je goede fractievertegenwoordigers hebt, dan is het te doen. Ja. En die heb ik gelukkig. Okay. Dus daar is echt een hele steun. Ja. We hebben een hartstikke leuk team. Dat zeggen we zelf elke keer tegen elkaar. We zijn benaderd door 2 partijen om ons aan te sluiten. Ja, 2 partijen. En dan heb je het met name over wat we nu lokaal Apeldoorn noemen. Lokaal Apeldoorn en gemeentebelangen. En gemeentebelangen. Dus hebben we dan lokaal Apeldoorn is de nieuwe partij die ontstaan is uit gemeentebelangen. En dan moet ik even weer diep nadenken. Leefbaar Apeldoorn. Ja, wij zijn nog steeds. Jij bent daardoor benaderd. Ja. Dat hebben ze ook ruidelijk ook toegegeven. Gemeentebelangen ook? Lokaal Apeldoorn heeft het toegegeven. Ja. Je hebt uiteindelijk nee gezegd. Klopt. Waarom? Nou, ik zei net dat we een hartstikke leuk team hadden. En hele goede fractievertegenwoordigers. En dat betekent dat ik als raadslid mij kon aansluiten. Zou voor mij een heel stuk makkelijker zijn. Mm-hmm. Minder werk, minder portefeuilles, minder verantwoordelijkheid. Maar dat betekende wel dat onze fractieassistent plus de 3 fractievertegenwoordigers op straat kwamen te staan. Ja, en we heten ook niet voor niks een sociale partij. Dus zij hebben er plezier in om die mensen zomaar op straat te zetten. Dat kon ik echt niet over mijn hart krijgen. Ja, maar is het dan niet zo dat je uiteindelijk het doel waar je voor werkt, is zijn namelijk die, laten we zeggen, 160.000 Apeldoorners. Ja. Weegt dat niet veel zwaarder? Ja, dat weegt veel zwaarder. Maar ik heb dus ook gekeken hoe zij stemmen. En zij stemmen toch ook vaak anders dan wij stemmen. Kortom, je zegt programmatisch kan ik me niet altijd vinden in wat lokaal Apeldoorn wil. En gemeentebelangen, hè? Die partij is vorige week bij ons geweest om aansluiting. De oude gemeente. De oude gemeentebelang. Kijk, dat is nieuw voor jullie. Dat is inderdaad nieuws. Ja. Want dat betekent dat gemeentebelangen als partij ook nog steeds een partij is die serieus mee wil doen aan de verkiezingen over 2,5 jaar dan. Ja, dat denk ik wel. Ja. En heb je ook nee tegen gemeentebelangen gezegd? Wij hebben ook nee tegen gemeentebelangen gezegd. Kijk eens aan. Terug naar toch eigenlijk waar we het voor de muziek ook over hadden, voordat we het Lady Madonna luisterden. Het feit dat je bent uit de SP voortgekomen.
De SP is een partij die zich op dit moment toch wel behoorlijk aan het profileren is, ook in Apeldoorn. Ja. De verwachting is, denk ik, dat we ervan uit kunnen gaan dat SP ook over 2 jaar aan die verkiezingen deel gaat nemen. Mm-hmm. Dan ben jij en de SP zijn aan het vissen in dezelfde vijver. Nou, ik denk Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat die een behoorlijke dobber zullen krijgen eraan. Aan de SP. Maar goed, laten we dat dan even aan de Partij van de Arbeid en GroenLinks over. Ja. Hoe zit dat met de PSA? Want jij krijgt daar natuurlijk ook een hele zware dobber aan. Ja, dat denk ik wel. Dat we er best wel wat van zullen voelen. Maar ik denk ook dat we steeds meer naamsbekendheid krijgen. Ja. En dus mensen dus ook denken van, hé, dat is een echte... Maar in de gemeentelijke verkiezingen, die liften toch eigenlijk vooral ook mee met datgene wat er nationaal gebeurt. Landelijk, SP is, kennen we landelijk. Ja. PSA kennen we landelijk niet. Nee, dat klopt. Nee, daar profileren wij ons ook echt als een lokale partij. Ja. En die richting hopen wij dus ook op te blijven gaan. Want je ziet ook de items die wij kiezen is constant alleen lokaal. We zijn niet met landelijke problematiek. Hè? Nee. Ik zeg lage lettertijd in Apeldoorn. De openbare toiletten. Nu zwemmen voor schoolkinderen, basisschoolkinderen. Dus echt lokaal zijn we bezig. Ja. En jij denkt dat je met die lokale items beter kan scoren dan een SP met die ook wel met lokale items bezig is. Mm-hmm. Maar... Dat is jouw verwachting. Beter kan scoren dan de SP, dat denk ik niet. Nee, maar beter scoren bij de kiezers dan, dat bedoel ik. Ja. Nou, ik denk wel dat kiezers keus willen maken. Ze willen niet altijd een grote landelijke partij kiezen. Nee. Wat dat betreft staat Apeldoorn heel erg achter ten opzichte van landelijk. Want landelijk zijn er vaak in een plaats zoals Apeldoorn zouden eigenlijk 5 of 6 lokale partijen moeten zijn. En het zijn er nu maar 2. Ja. Goed, Bonnie, we zitten aan de tijd. Helaas. Dank dat je onze gast wilde zijn. We hebben denk ik wat een inzicht gekregen in wie Bonnie ten Damme is en wat de PSA eigenlijk wil. Bonnie, hartelijk bedankt. Ja. Jullie ook bedankt.